Ja, welkom terug. Je bent beland in deel 2 van mijn serie Hype and Find the Creator. Ik maak content op het internet. En we praten in deze serie over Clubhouse. In deel 1 hebben we het gehad over Clubhouse. Wat is het nou? De social networking app die sinds april 2020 iedereen in de ban houdt en de hele wereld verovert. Clubhouse en de uitnodiging tot Clubhouse. Zoals je wel weet, kan je alleen gebruik maken van Clubhouse of heb je toegang tot het platform Clubhouse op uitnodiging. Je komt er niet op zonder dat iemand je een uitnodiging heeft verstuurd om deel te worden of member te worden van Clubhouse. Dat hebben ze goed aangepakt. De bedenkers van Clubhouse hebben besloten om het deurtje, de toegang tot Clubhouse, dicht te gooien. En alleen op basis van uitnodiging nieuwe members toe te laten tot het platform. Dat heeft uiteraard voordelen, maar ook nadelen. Het directe voordeel kunnen we benoemen van het dichtgooien van de voordeur is dat je kan beheersen of in controle bent wie hier in deze ruimte binnenkomt. Met andere woorden, wie heeft toegang tot Clubhouse of wie heeft toegang tot de verschillende clubs op Clubhouse. Kijk, het dichtgooien van die deur geeft rust. Immers kan je beter geregeld beoordelen, bekijken wie toegang krijgt tot je platform. Dit is vanuit het perspectief van de eigenaren van Clubhouse. Maar jij als lid hebt de mogelijkheid ook om binnen jouw groep uiteraard te bepalen wie wel of niet toegang heeft tot jouw groep. Of tot jouw club. Hoe exclusief wil je het eigenlijk wel niet maken? En hier komt het woord exclusiviteit als eerste naar boven. Een club. Ja, wij zijn hele rare wezens, wij, de mens. Wij horen graag of behoren graag tot iets. Het kan eigenlijk het beste vergelijken als het gezin waar jij wellicht in bent opgegroeid. Het gezin bestaat uit een x aantal leden. Jullie zijn een collectief van individuen en vormen samen een gezin. Zo ook kan je het zien als een virtuele groep een gezin vormt of een club kan vormen. Binnen het gezin zijn er allemaal verschillende rollen verdeeld. Het gezin functioneert ook heel goed wanneer iedereen zijn rol serieus neemt. Je weet precies wat je aan elkaar hebt. Door het dichtgooien van Clubhouse en het invite only te hebben en te houden, wordt er een soort van hype en een soort van nieuwsgierigheid getriggerd. Wij mensen zijn nieuwsgierig. We willen altijd weten wat er gebeurt achter gesloten deuren. Het is een marketing technische of strategische set van Clubhouse om echt het deurtje dicht te gooien. En alleen mensen toe te laten op het platform die op uitnodiging worden binnengehaald. Hoe beter is het natuurlijk als je mensen tot je platform kan roepen door middel van referentie. Ja, je hoeft niet afgestudeerd zijn op sales en marketing om te snappen hoe krachtig en machtig een referentie is of een referent. Sterker nog, je zit al vrij snel in de laatste stap in die sales funnel om een deal te closen. Dus het exclusief maken en houden van het platform is een van de pijlers om dit social networking platform te brengen waar het moet zijn. Ja, het werkt. Want we zien de uitnodigingen, zien we slingen op het internet alsof het als warme broodjes over de toonbank gaan. Er wordt ook daarmee rust gecreëerd. Rust gecreëerd in de zin dat het platform gestaag nu groeit. Gestaag groeit wil zeggen dat niet iedereen maar op Clubhouse kan springen. Want voordat mensen goed snappen wat Clubhouse daadwerkelijk is en de essentie er goed van begrijpen, voordat mensen goed hebben nagedacht wat Clubhouse voor ze kan betekenen, hebben de makers al een aantal garanties ingebakken. Kom op ons platform als je weet wat je hier komt doen. Met andere woorden, ik nodig jou uit om met mij te praten over de liefde voor boeken binnen onze club. Omdat ik wellicht weet dat jij geïnteresseerd bent om in alle einden te praten over het lezen van boeken. Door Clubhouse dicht te gooien, ook de groepen dicht te gooien, wordt er een kwaliteit bewaard.
Door het dichtgooien van Clubhouse en dan die groepen, kan je eigenlijk voorstellen dat je ook niet zomaar zou accepteren dat externe mensen die geen onderdeel uitmaken van het gezin, een dusdanige invloed kunnen uitoefenen op het gezin. Zo ook is het afschermen van je club één manier dat binnen de groep of binnen de club alle rollen goed blijven verdeeld. Iedereen weet wat hij moet doen. Nee, het zal verstoren. Je gezin spat uit elkaar, er zijn te veel meningen. Het functioneert gewoon niet. En hier gaat het om. Dit audio-only platform, dat is al moeilijk, hè? De mens communiceert heel moeilijk. We communiceren veel, maar we communiceren heel moeilijk. En nu worden wij op basis van audio only en chat only uitgenodigd in interacties te hebben met elkaar. En niet met één iemand, maar met meerdere. Weet je, dat brengt heel veel uitdagingen met zich mee, hoor. Dus om de kwaliteit te kunnen waarborgen om wat besproken wordt binnen zo'n club of binnen het gezin, is het heel belangrijk dat iedereen natuurlijk wel in die club of in het gezin zijn rol kent. Kijk, ik kan nu wel zeggen, ja, het zal altijd members only blijven. Ze zullen nooit afstappen van, hey, we gaan het opengooien. Maar dat zeg ik nu, maar aan de andere kant weet ik ook dat dit start-up bedrijf nog in de hele jonge fase zit. En er nog heel veel kan veranderen op dat platform. Maar het idee van exclusiviteit, dat gaat hand in hand met de mens. Want oh, wat vindt de mens zichzelf toch helemaal geweldig. Wij als individu, de mens, we vinden onszelf geweldig. Hè? We houden van exclusiviteit. We houden ervan om op te vallen, om onze mening te kunnen delen, een stem te hebben. Ja, we zijn toch egocentrische beesten hier op deze aardbodem. Dus het behoren tot iets, tot een club, is fijn. Het is sociaal, het komt volledig in lijn met hoe wij in het gezin bijvoorbeeld ons veilig en geborgen en warm voelen. Maar nu hebben we het over Clubhouse, wat je in de vorm wel kan zien als een club het doel werkelijk goed dient. En alle individuen binnen de groep daadwerkelijk ook de groep goed dienen. Ja, dan is de output wat eruit kan komen wel heel erg interessant. Zo ook als een gezin goed geordend is. De vader, de moeder, de kinderen weten precies wie of wat jouw rol of welke taak je ook hebt. Een goed lopend gezin is dodelijk. Zo heeft Clubhouse ook de potentie om clubs te hosten die ja, toch aardig de sky is werkelijk de limit. Dus het dichtgooien van die Clubhouse vind ik in eerste instantie een hele goede strategische set van de makers. Want daarmee wordt er heel veel rust gecreëerd op een dergelijk nieuw platform zoals deze. En we zien het, hè. We zien het letterlijk op social media. Die uitnodigingen die slingeren links en rechts en links en rechts en links en rechts. Dus die exclusiviteit is een trigger voor de mens om sowieso nieuwsgierig te zijn naar Clubhouse. Maar het is daar om een soort kwaliteit ook te waarborgen binnen de groepen en binnen het platform zelf. Want één ding wat je niet wilt hebben is wanneer al vrij vroeg de essentie van wat deze networking app zou moeten doen kwijt zou raken. Jij raakt mensen kwijt, mensen gaan het niet gebruiken. Het is een rommeltje. Het werkt niet. Dus die exclusiviteit die we bijvoorbeeld ook kennen in bijvoorbeeld een gentleman's club, een golfclub, wat voor club je dan ook kent. Ongetwijfeld toen je opgroeide behoorde je ook tot een bepaalde club. Ga goed nadenken hoe fijn het is geweest om bijvoorbeeld in groepsverband met elkaar te kunnen sporten. Wat je allemaal niet hebt geleerd. In welke opzichten je bent ontwikkeld in groepsverband. Maar ga ook zeker vergelijken, was ik werkelijk veel verder gekomen in mijn leven als ik bepaalde zaken op eigen houtje zou hebben gedaan. Ergens onderdeel van zijn kan
heel goed zijn om persoonlijk of individueel strategisch verder te komen in het leven. Immers zijn we sociale wezens die graag van elkaar leren. Met het oog op groei en vooruitgang. De deur is dicht bij Clubhouse. Hoe lang die deur dicht blijft, God knows. Maar voor nu zal je alleen op invite toegang krijgen tot het platform. Wil jij gebruik maken van Clubhouse? Ga dan zeker in op een van de uitnodigingen die je wellicht kan krijgen van vrienden of anderen die al de stap hebben gemaakt zich lid te maken van Clubhouse. Maar Clubhouse zelf. Weet je, het wordt tijd dat we gaan praten over de voordelen van Clubhouse. Welk voordeel is er nou om jezelf te gaan organiseren in dergelijke clubs die op thema zijn geordend of ingedeeld? We gaan naar het derde hoofdstuk of het derde deel van de serie Clubhouse. Blijf kijken.